Weet je, voor hetzelfde geld eten ze honden. Hoi, leuk dat je kijkt naar onze vlog. Over vloggen gesproken, een aantal van onze kijkers, de wat oudere kijkers, waren nog niet zo bekend met het fenomeen vloggen. Een vlog is eigenlijk niets anders dan het bijhouden van een dagboekje, iets dat al vanaf het begin van onze jaartelling gebeurt. Het meest bekende dagboek is wellicht het dagboek van Anne Frank, waarin zij nauwgezet beschrijft hoe zij de verschrikkingen van de oorlog meemaakte vanaf haar onderduikadres in Amsterdam. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog. 20 jaar later ontstond het internet als een project van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Eerst met een paar aangesloten computers, maar het werden er steeds meer. In de jaren 90 van de vorige eeuw maakte het internet een enorme groei door. En werden er ook persoonlijke dagboeken op het internet gepubliceerd. Of anders gezegd, op het web gelogd. Weblog. Blog. Met het sneller worden van de computers, internetverbindingen en de introductie van digitale camera's hoefde daar natuurlijk niet veel te gebeuren, of er werden ook videoblogs online gezet, vlogs. Echt populair werd vloggen in 2004, toen de Yahoo Video Blogging Group werd opgericht. Een aantal slimme jongens van PayPal zag daar een kans en richtte in 2005 YouTube op. En dat is inmiddels niet meer weg te denken uit onze samenleving. Onze jeugd kijkt meer naar YouTube dan naar gewone televisie. YouTube-kanalen reizen de pan uit en een aantal YouTubers zijn inmiddels uitgegroeid tot supersterren. Dat zijn wij uiteraard niet, maar toch vloggen wij al langer dan je zou denken. Kijk maar eens naar dit filmpje uit 1995. Niet altijd zijn de RV parkgrounds mooi landelijk gelegen, zoals hier in New Orleans. Ja, meer? Oké, hier, een filmpje uit 2001. Het is zover, we gaan vandaag Tibet verlaten. Tibet is aan die kant en Nepal is aan die kant en dat is 8 kilometer verder. Ja, en ook Elore heeft lange vlogervaring. Kijk maar. We gaan van Bangkok naar Chiang Mai en dit is mijn bed en we gaan met de trein. Tjoek tjoek, oh ja. Tot zover deze terugblik, nu verder met onze reisvoorbereidingen. Hallo. Goedemorgen. Ja. Wij gaan onze paspoorten vernieuwen vandaag. Ja. Zo, we zijn al aardig op weg. Oh, daar gaat een paspoort. Ja. Nou, je doet eigenlijk zo. Alert. Nou, contact. Is goed. Hoi. Afspraak. Ja. Tot de volgende. Ik heb paspoortjes mee. Ja. Maar ik heb ze nog niet voorgeknipt. Is dat nee, dat geeft niet. Ik ga hem gewoon. Ik heb een lengte nodig van Elora. We hebben hem al meegelegd. En rustig. Hier mag je naam zetten. Helemaal binnen het vakje. Niet op het lijntje zoals op school. Een beetje in het midden. Maar heb ik hem zo Oké. Ja, dank u wel. Nu hebben we de foto's, die zijn goed. En onze paspoorten terug. Ja, maar ze zijn nu niet meer geldig. Daarom zetten we er gaatjes in. We zijn hier bij het LUMC. We zijn op weg naar de vaccinatiepolie om te kijken of onze inentingen van de vorige keer nog steeds geldig zijn. Zo ziet de wachtkamer eruit. Mevrouw Kruidenberg! Zo. Myanmar, wauw, dat is bijzonder. Het is niet altijd of het risico van malaria daar zo groot is, het is meer wat je het loopt als je malaria oploopt. Oké, nee, er is geen enkel risico. Nee, dat kan niet doen. Ik heb wel eens niks nodig. De leeftijd is 25 jaar, dus je leeftijd volgens mij start, dus dat kunnen dat levenslang, dat wordt beter nu. Hoe voelt het nou precies? Nou, alsof er naald in mijn vel gaat. Maar dat gebeurt ook. Je moet wel ontspannen. Ja.
Wat? Ja, was alsof een naald in mijn vel ging. Origineel. Zo. We zijn weer een week verder. We gaan nu even de paspoort ophalen. De gemeente van Schoten. Nou, ik heb paspoort opgehaald. Vergissing. Nou, Elora moet erbij zijn, dus ik moet een nieuwe afspraak maken. Om samen met Elora haar paspoort op te halen. Maar mijne die is in ieder geval binnen. Ik heb nu mijn paspoort opgehaald en hij ziet er zo uit. Ik vind hem veel mooier dan de vorige paspoort die ik had. Nu de paspoorten zijn verlengd, is het tijd voor de volgende stap. Het aanvragen van het visum. Voor Thailand is het niet zo'n punt. Dat krijg je gewoon bij binnenkomst op het vliegveld. Maar Myanmar, dat is een dingetje. Ze hebben namelijk geen ambassade in Den Haag. Dus we moeten of naar Brussel... of een bureau inschakelen, of het e-visum. Wij kiezen voor dat laatste. Het is gelukt. Ik zag net via de mail 3 bevestigingen binnenkomen. Enige jammer vond ik wel dat je dus niet in 1 keer voor 3 kan aanvragen. Dus je moet iedere keer apart zo'n visum aanvragen. Jammer, maar ach... Hè, voor je vakantie heb je alles over.